Het is vandaag woensdag 10 februari en ik zit hier tegenover Sven de Ridder. Sven, welkom. Hey, welkom. Welkom, welkom. Mijn hond ook. Mijn hond, de hond is er ook bij. Net goeiedag, zeg je. Dag, Fokke. Dag, Fokke. Ja, want je ziet vooral achter mij Herbert Vlak zonder hoofd. Ja, onthoofde Herbert Vlak en een nog bijna zichtbare Mark, weet je, Mark Janssens zeker? Mark Janssens, ja. En dat is inderdaad het thema van de avond. We gaan er wat eerbiediger mee om, maar er is wel weer iemand gestorven die we een eerbetoon moeten geven. De regisseur Patrick Lebon, zeg je wellicht? Lebon, ja. Lebon. Geen familie van Simon Lebon van Duran Duran? Nee, wel hetzelfde geschreven. Hè. Allee, soms wordt het aan elkaar geschreven, soms van elkaar. Hij schrijft het meestal op zijn affiches van elkaar. Op de IMDb-pagina is het ook van elkaar. Dus het is Lebon. Allebei een hoofdletter. Maar Steven Tuffin, die hem eens heeft geïnterviewd, die zegt dat hij er zelf nogal gemonfotistisch mee omging met zijn achternaam. De ene keer zo, de andere keer zo. Dat vind ik heel zeldzaam, want alle mensen... Ja, ik heb Amelie Albrecht is iemand die zich er heel druk in maakt, maar Seppe Torenmans ook. Alle mensen, en ik zelf eigenlijk ook, mensen die mijn naam verkeerd schrijven, ik heb dat niet zo graag. Ik heb dat niet zo graag. Nee, ik snap het. Dus ik ben daar wel wat gevoel. En bij mij is het gewoon kleine v, kleine d, hoofdletter M, drie woorden, hè, Van der Meulen. Maar Amelie Albrecht, dat is... Amelie wordt op 100 verschillende manieren geschreven. En Albrecht maken ze ervan. Albrecht. Amelie Albrecht is daar heel gevoelig voor. Maar goed, het gaat over Patrick Lebon. Vlaamse regisseur. Geboren 2 januari 1940. En gestorven 3 februari 2021. De man was 81. Een mooie leeftijd. Heel mooie leeftijd. Waarom we het erover hebben is omdat eigenlijk zijn belangrijkste film... Is jouw favoriete Vlaamse film aller tijden, hè Sven? Absoluut, ja. Zaman is en blijft tot op heden mijn allerfavorietste Vlaamse film. Ik herinner mij dat ik die de eerste keer zag toen dat die voor de eerste keer op televisie werd gebracht. Want in de cinema mocht je er niet naartoe. Ik was nog te jong. 81, denk ik. Ik was 7 jaar. Ik denk... Ik weet niet zeker dat het kinder niet toegelaten was, maar het was toch zoiets... Allee, er kwam nogal bloot in en geweld. Ah, ja. Dus, hè, 7 jaar, dat hadden we nog niet aan zoiets zien. Maar er werd heel veel over gesproken op de speelplaats. Ook door mij, want ik wist... Mijn ouders die speelden in het Koninklijk Jeugdtheater. En dat was in de nieuwe Schouwburg, in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Hadden die eigenlijk samen met de Koninklijk Nederlandse Schouwburg, de KNS, waren die daar gehuisvest. Die kwamen van de Boerla. Maar in 80 hebben die een nieuw gebouw gekregen, de Stadsschouwburg. En mijn ouders vertelden toen van, ja, heel veel van de KNS spelen mee in die Zaman. Veel collega-acteurs. Dus ik was er wel van op de hoogte dat die film uitkwam in de cinema eerst. En dan daarna, een paar jaar daarna, dus op televisie kwam. En ik weet dat ik toen in de klas en op de school heb gezegd, ik speel daarin mee in Zaman. Wat? Dat is niet waar, alles helemaal niet waar. Okay. Ik speel dat niet mee. Dus heel de klas natuurlijk kijken naar Zaman. En na het weekend kwamen die op de speelplaats en zeiden, dat is niet waar, jij speelt daar niet mee. Ik zeg, wel, dat is wel waar, maar op televisie is dat beeld kleiner dan in de cinema. En je hebt mij juist niet gezien. En ik val juist eigenlijk uit het beeld. Jij zat als... 11-jarige zat jij in die stripclub. Daar was jij net buiten het beeld. Nee, eigenlijk op het terras. Op het terras van de Valk. Ja, dus waarom? Je had het helemaal uitgedacht waar je zat. Ik woonde ook in Borsbeek. En de Valk was in Borsbeek, in die brasserie. Dus ik had een heel plan, dat klopte. En dus de aspect ratio was toen ook al met een redder. Ja, natuurlijk. Van widescreen naar fullscreen. Dus je was er net, je zat net in het stukje widescreen wat ze niet gezien hebben. Voilà. Maar ik weet dat die film altijd een speciaal plasje in mijn hart heeft gehad. Omdat dat een, voor de eerste keer was dat er in de Vlaamse film, dat het is niet over boer ging. Of over geschiedkundige toestanden. Ja. Maar over gewoon politie en over de stad Antwerpen en een beetje een policier, op zijn Frans, maar dan een beetje Belmondo, maar dan hier bij ons, iets dat. Maar dat is het, hè. Het Zaman is een film uit 1983 en dat volgt eigenlijk een flik, gespeeld door Mark Janssens.
Janssen, sorry. En die het gaat eigenlijk, hij is een zaak aan het doen, maar het gaat eigenlijk vooral over zijn privé, over zijn leven na het combineren van flik zijn en zijn thuisleven. Ja. En dat is er natuurlijk zo aardig aan, dat het is eigenlijk inderdaad een policier, een flikkerfilm, maar het gaat eigenlijk over die mens. Ja, over de mens, de flik en wat het is om dat te zijn en hoe dat heel gemakkelijk is om dat te combineren, het privéleven met dat nachtleven en met die Vice Squad eigenlijk, want dat is het een beetje, hè? Dat waren de Vice, de nachtleven, de hoertjes en de pooiers en de inbrekers van dienst. Ja, en het personage kent ze allemaal. Ze zit ook eigenlijk mee in dat milieu. Mee in dat milieu, ja. En Herbert Vlak is de jonge flik. Wat grappig is dat hij nu ziet dat Herbert Vlak de jonge flik is. Want zijn oude collega's zijn pensioen, dus dat wordt zijn nieuwe collega. En hij is de fish out of the water een beetje, hè? Een beetje het publiek dat mee in die wereld komt. Zo. Klopt. En Herbert Vlak is de ambitieuze jonge gast die elke scène bijna aan het eten is. Ja. Wat een als ode wordt gebracht in de zaak, vanaf de zaak Alzheimer. Ja. Werner de Smet is ook altijd aan het eten. Als duo met Koen de Bouw, ook in dossier K en ook in het tweede gelaat. En dat is van Erik van Looy een beetje een knipoog naar de figuren uit Saman. Ja, want het is natuurlijk omdat het er eerst is, maar het is wel, voor Erik was het ook wel echt een grote, voor Erik van Looy was het een grote invloed op Alzheimer. Omdat natuurlijk, dit was de eerste keer dat flikken in beeld kwamen en dat het niet over iets kleindorpers of boeren. Nee, dat zich niet in Bokrijk afspeelde. Ja. Of dat er ook is normaal weer geklapt in een Vlaamse film. Ja. Dat er echt met dialecten weer gespeeld. Maar gewoon letterlijk plat Antwerp, zoals die mensen spraken en spreken. Ja, er zit een acteur in, Jan Moons. Of Jan Monen. Jan Monen of Jan Moons. Ja, als we het over achternamen hebben. Ik denk Jan Monen. Ja. En wel, dat is de gast die naar Borsbeek gaat. Die daar bij de politie gaat werken. Die van de stad komt. Waar Mark Janssen en Samman naartoe gaan. Naar dat terras bij de Valk. Ja, juist. Die scène, die is zo natuurlijk gespeeld. Ja, die is heel authentiek op dat terras. Ongelooflijk. Ja. Dat is ongelooflijk. En dat is gewoon een babbel tussen twee mensen. Ja, dat is op het randje van bijna documentaire style. Ja. Ja, ik vind dat heel... Heel cool. Ik vind het echt een goede film. Het is jouw favoriete Vlaamse film. Hij staat erbij op 3, de top 3. Op 1 staat natuurlijk Torpedo. Op 2 staat bij mij Hector, omdat ik daar een soort... Ja, ook dat is even de eerste films die ik in de cinema zag, bladibla. En dit is wel mijn derde favoriete... en dan Alzheimer staat op 4. Dat is wel... Trouwens, degene die de vrouw speelt van Zaman... Ja? Dat is ook de echte vrouw van Mark Janssen. Is dat die Gerda Lindekens? Ja, Gerda Lindekens, die leeft ook nog. Die leeft nog. Want Mark Janssen zelf is overleden, geloof ik. Hè? Dus een paar jaar geleden. Ja, ik denk 4 of 5 jaar geleden is die overleden. Ja, ja. Een grote acteur in de KNS, grote theateracteur, heeft een ongelooflijke Lenin gespeeld op de scène. Dat moet onwaarschijnlijk geweest zijn. Ik heb dat zelf nooit niet gezien. Speelde ook... Volgens mij, als ik het me goed herinner, de dokter in de Elephant Man. De toneelversie. Ah, toneelversie. Dus de rol van Hopkins. Ja. En Hubert Dame speelde dan de rol van John Hurt. Oké. Okay. Dus dat was wel... Allee, dat was in theatermiddels was dat echt wel een grote meneer. En in de film is die eigenlijk onderbediend geweest. Ja. Niet. Dit is veruit zijn grootste rol, hè? Want daarna heeft hij eigenlijk... Ik zie dat hij ook... zit in de zaak Alzheimer. Ja, ik wou net zeggen. Ik zie dat hij ook in de zaak Alzheimer een klein rolletje heeft. Ja. Maar hij is eigenlijk een beetje onder... Ja, ik kan niet anders zeggen, onderbediend, ondergewaardeerd geweest in de filmwereld, volgens mij. Ik vind dat echt een van de strafste prestaties ever, ook wat hij daarin doet. Dat is misschien... Hij is sympathiek, maar ook wel nors. Weet je, het is een sympathieke man. Je voelt wel met hem, en het is een ingewikkeld, want het is ook een schuismarcheerder. Hè? Ik bedoel, hij heeft een relatie met een prostituee, terwijl hij thuis een vrouw heeft. Er is van alles gaande. En toch voel je voor hem, en hij is ook best wel bot richting Herbert Vlak.
Want, ja, maar gevoelde een beetje de frustratie van die mannen. Ja. Van, wat had ik ook doen? Hè? Er komt een heel schone quote in. De kleine visjes pakken ze op en de grote gooien ze terug in het water. Ja. Maar dat is nog altijd zo. Dat is nog altijd zo. En dat was absoluut. Patrick Lebon en scenario schrijver Paul Cook wisten perfect daar al de vinger op de hoe zeggen ze dat? De vinger op de pols te leggen. Van zich afspeelt in het flikkenmilieu. Ja. Ja, wat ik ook echt... Want ik heb hem... we gaan de andere twee films ook zo bespreken. Maar ik heb ze alle drie gezien. Zijn drie films die hij gemaakt heeft eigenlijk. Patrick Lebon. Ah, ik heb er vier gezien. Ja, oké. Okay. De zoete smaak van goudlikeur. Ja, tv-film. Dat is een tv-film. Dus dat telt niet. Want hij heeft ook nog een YouTube te zien trouwens. En hoe heet die? De zoete smaak van goudlikeur. Want hij heeft ook nog een tv-film die heet De Piramide, zie ik hier. Ah, die heb ik niet gezien. Nee. Maar, een uur en vijf. Dus wel ook een wat langere film. Maar goed, hij heeft drie bioscoopfilms gemaakt. Ja. Saman is de middelste, is de tweede. Wat ik er ook echt leuk aan vind, is dat op een gegeven moment komt de dochter van Saman, gespeeld door, hoe heet ze daar, Mieke... Mieke Boeve. Die we ook in de stripclub topless zien. Ja, in de Jimmy's trouwens. De Jimmy's. Was een echte discotheek in Antwerpen, onder de Antwerp Tower, waar ik zelf ook nog mijn eerste stappen in het uitgangsleven heb gezet. Omdat ik daar absoluut... Ik wou er naartoe. Ik wou naar die locatie waar dat Zaman ooit was opgenomen. Maar dat is zo... Ik bedoel, ik ben natuurlijk begin jaren 90 pas in Antwerpen komen wonen. Dus dit is 10 jaar daarvoor. Een aantal van die plekken bestonden nog. En de sfeer van die, dat rokerige, heel veel van die danscafés en dat soort dingen. Ja, dat bestaat nu niet meer. Toen, ik bedoel, dat is ook, het is echt een mooi tijdbeeld van de horeca. Ja, wat me nu mijn hart helemaal doet bloeien. Ik bedoel, het feit dat die horeca toen nog veel leuker was dan nu. Er was een nachtleven. Toen ik in Antwerpen kwam wonen, de eerste zoveel jaar, was er op maandag de Bijaard in de zomer. Nee, op maandagavond iets ging drinken. Er waren een paar plekken waar je nog kon gaan dansen. Bestaat gewoon niet meer. Nee, het sluit nu allemaal zo rond een uur of 10, 11. En er komen, en ook gewoon de Antwerpenaren zelf gaan niet meer uit in het centrum. Nee. Wat vroeger wel was. Ja, dat is waar. Het Oerwoud... Cartoonscafé. Allemaal dingen waar ik naartoe ging. Dus dat was eerder jaren 90, dus dat is 10 jaar later. Ik zeg het. Maar dan nog, al die dingen bestaan niet meer. Er zijn een aantal leuke plekken. Maar danscafé, je had er... Ja, ik heb er eentje nog gewerkt 20 jaar geleden, bij wijze van spreken. En je had er dan aan de kathedraal, had je er twee naast elkaar. Dat bestaat allemaal niet meer. Nee. Die uitzuipkroegen, waar dat ze zo binnenkomen. Dat was eigenlijk aan de Leopoldplaats. Ja. Allemaal naast elkaar daar. Qua tijdsbeeld en tijdscapsule is het ook een hele belangrijke film. Want het geeft een periode weer die echt niet meer bestaat. Ook de Antwerp Tower aan zich bestaat ook niet meer. Is ook recentelijk platgegooid. Ik denk zelfs dat een van de eerste beelden... Of dus zit ik nu bij een andere film in de war. Zit met die andere film in de war. Nee, dan zit de paniekzaaiers, maar daar komen we zo. De noodbrug. Ja, bij de dat is het eerste wat je ziet. Ja. Ik was echt van, oh fuck, ja, want ik woonde daar. Mijn kot was op de zijstraatje van Italië-Lei. Daar was ik, in de Violierstraat zat ik op kot. Ja, die noodbrug zag ik elke dag. Ja. Dus dat is het eerste shot van de paniekzaaiers, dat ze daar overheen rijden. Maar ja, het is echt een mooi tijdsbeeld van Antwerpen. Jij hebt daar een hond in de buurt, heb ik het gevoel. Je bent afgeleid. Ja, ik heb hier een hond en een zoon die met de hond gaan buiten gaan. Ah, oké. Okay. Heb je dat bandje er rondgedaan? De hond daar en ik, want dat is uit, dat hangt nog onder de ander. Haha, jammer. Hey, alles voorzien. Ja. Maar goed, dus terug naartoe, die Mieke Boeve, wie is borsten we? Fantastische borsten. Ja, van Merlina. Am van Merlina. Speelde je dat toen al, of moest dat nog toen nog komen, Merlina? Ik denk dat dat bijna gelijktijdig moet geweest zijn. Dus die heeft eigenlijk een beetje een Lisa Bonnetje gepoeld. Ja. Lisa Bonnet kwam naakt in Angel Heart. En is dan uit de Cosby Show geflikkerd. Omdat, Merlina is van 83 tot 88. Ja,
ja. Dus ik denk dat dit er net voor was. Die opnames zullen geweest zijn in 82 wellicht. Ja, ja, ja. Maar dat is toch wel alleen, ja, een brede waaier hebben. Ja, absoluut. Maar goed. Dus de dochter, zij speelt de dochter van zo'n man die niet meer thuis woont en een beetje een moeilijke relatie heeft met de nieuwe vrouw enzovoort enzovoort. Die komt met de bus naar huis omdat hij heeft haar bezocht in de stripclub en daarom is ze daar ontslagen omdat haar flikvader haar kwam bezoeken. Zij komt met de bus naar huis, zij komt uit die bus en daar stapt een man met een contrabas de bus op. Ik denk, godverdomme, dat is gepikt van de Hitchcock. En ik check het. En dat was inderdaad, is dat Patrick LeBon zelf die de Hitchcock cameo nadoet. Hij zit in al zijn films. Hij heeft in al zijn films een cameo appearance. Ja, dit is ook gewoon letterlijk een Hitchcockje doen. En dan heb je mij het hart gestolen, hoor. Voilà, dat is iemand die van film houdt. Ja. Voelde. Ja, dat is absoluut. Heb je hem ooit ontmoet? Nee. Griet, jammer. Nee, nooit ontmoet. Nee. Ik heb ook een interview onlangs gelezen met Harry Kummel, omdat ik wel aan het opzoeken was over Patrick LeBon. Ja. En het blijkt ook dat hij ook zich volledig uit de filmwereld heeft teruggetrokken, omdat hem, net zoals velen van die generatie, eigenlijk een beetje gefrustreerd was, om altijd te moeten smeken voor geld voor een film te maken. Ook al was zijn vorige film, like Paniekzaaiers, was een supergroot succes. Ja. Dat was een van de meest succesvolle de succesvolste van Gaston en Leo, maar ook lang in een top 10 gestaan. Ja. En dan daarna echt zo, dat is met Robbe de Hert ook, hè. Ik bedoel, die moest altijd terug op zijn blote knieën voor die commissie van mag ik alsjeblieft. Dat is toch onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk, hè. En dat er dan inderdaad, dat was Robbe is daarom gekend, want die maakte dat ook heel publiekelijk duidelijk, dat zo lastig was om altijd maar geld en altijd te moeten bedelen terwijl je zo'n mooie palmares hebt en je vorige film het eigenlijk goed gedaan heeft en dan toch nog door alle hoepels moeten springen en je geld niet krijgen en dat dan inderdaad nieuwelingen wel makkelijker werden gesponsord. Mensen die een debuutfilm maakten ging makkelijker dan mensen die al jaren bij je draaien. Dat je volk er kwam en er komt. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. En het andere grappige natuurlijk in relatie met Robbe de Hert, waar we ook een heel lang leuk eerbetoon, of ja, mooi eerbetoon aan gedaan hebben, denk ik, is dat Robbe de Hert natuurlijk Zware Jongens gemaakt heeft. En een paar jaar later heeft Patrick LeBon Paniekzaaiers gedraaid. Ja, en Robbe zit ook in Paniekzaaiers, hè? Daar heb ik niet gezien. Als Velkerman. Daar heb ik niet gezien. Ja, ja. Damn, daar heb ik niet gezien. Want ik heb hem eergisteren bekeken. En het is een hele andere film dan de Zware Jongens, hè? Het leunt heel dicht bij Zaman aan, op een of andere manier. Want het speelt zich af in het flikkermilieu. Ja. En je ziet Antwerpen, en je ziet ook stukken terug uit Zaman van Antwerpen, want het is 3 jaar later nog. Ja, 86, ja. Maar je ziet ook heel veel Amerikaanse invloed. Je ziet Hill Street Blues. Er komt letterlijk de quote uit Hill Street Blues, dat Frank Hallemoe zei, jongens, voorzichtig op straat. Dat is ja. Over je drive out there. En chips, dat weer motards. Ja, sowieso. Sowieso. Ja, dus het is Paniekzaaiers, een film uit 86 met Gaston en Leo, die flikken zijn op een motor. Zijn dat dan zwaantjes of die? Zwaantjes, hè? Ja, voilà, zie je het? Hey. Dat ken ik van een nummer van Urbanus, denk ik. Die had een nummer met zwaantjes. Scratching, zwaantjes, ja, dat was het. Ja. Dat klopt. Ook uit 86 trouwens. Is dat van datzelfde jaar? Ja. En ze zijn natuurlijk zeer slechte politieagenten. En komen per ongeluk in een zaak terecht van een man die allerlei vrouwen ontvoert. En het wordt... het is en veel... Patrick LeBon gezien ook als police? Ja, dat wel. Als politieagent. Wat mij opviel, dat even direct de tweede of de derde scène van de film is in dat flikkenbureau. Ja. Waar al die politie zitten. Het zijn andere politiemannen als Bezaman. Bezaman waren het allemaal in burger. Ja. En hier hebben ze allemaal uniformen, allemaal dat blauw. Ja. En je ziet daar direct ook... Iedereen van in de maatschappij zit daar. Er zit de zwarte man, er zit de Marokkaan. Diverse club. Ja, absoluut. En zonder dat daar een nadruk op wordt gelegd, of het is zo. En wel, dan denk ik van, a hell of his time. Absoluut, ja. Ja, en zonder dat daar, kijk, ons is dit doen. Nee, gewoon, die zijn daar gewoon klaar. Ja.
Prima. En dan natuurlijk, wat ook wel heel grappig is, is dat Janine Bischops heet ook gewoon Janine in die film. Dus die hebben gewoon hun eigen naam behouden. Gaston en Leo, je toen ook Gaston en ja, Leo? Ja, Gaston en Leo heet Gaston en Leo, maar dat is altijd wel een beetje zo, geloof ik. Hè? En dan, dus Janine Bischops is de vrouw van Leo en Marilou Mermans is de vrouw van Gaston. Het is lolliger, het is kinderachtiger dan Zware Jongens. Er zit daardoor meer lach in, denk ik. Maar ik vind het verhaal van Zware Jongens beter. Het verhaal Absoluut. Is echt stripfiguur. Het is een stripverhaal. Het is een stripverhaal. Het is een stripverhaal. Ja, ja. Ik vind dat Jan van Dijk kan een super rol hebben erin. Jan van Dijk is een soort de henchman van de slechterik. En ja. die kan niet spreken. En is zeer fysiek, vooral als hij zijn voeten vastlijmt op die platen. Ja, dat is van een staaltje, hoe zeg je dat, lichamelijk acting. Daar, dus, maar voor mij is dat personage een beetje over de top. Het is een beetje too much. Ja, 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 absoluut. En Kabouter Lui ook. Kabouter Lui is de slechterik. Hoe heet die man nou? Ze zitten ook allebei in de Zware Jongens. Hè? Bedoel, je gebruikt veel dezelfde acteurs terug die in Zware Jongens ook zitten. Omdat dat het entourage van Gaston en Leo was natuurlijk. Wat wel fantastisch is aan die film is dat Yvonne Verbeek de burgemeester van Antwerpen is. Ja. Dat vind ik echt zalig. Dat zijn van die dingetjes dat als je een beetje Antwerpen... Ja, ik woon hier nou ook al fucking bijna 30 jaar. Dus als je een beetje Antwerpen kent, dan weet je... Ja, dat klopt. Yvonne Verbeek is de burgemeester van Antwerpen. Klaar. Ja. Dat vind ik gaaf. Super. Ook een vrouwelijke burgemeester, maar ook gaaf is ja, ja, ook dat was, ik geloof dat in de jaren 70 hebben we een eerste vrouwelijke burgemeester gehad in Antwerpen, denk ik. Mathilde Schrooyens. Ja, ja, ja. Dus het klopte wel. Toen was Bob Kools burgemeester, maar vlak daarvoor was Mathilde Schrooyens burgemeester. Okay, trouwens, die stunt in het begin met die helikopter. Ja. Ik met hem terug te zien, denk ik, ik moet aan Jan van Dijk eens vragen of dat was hem echt, hè? Ja, ja. Die kreeg echt in de helikopter. Dat is wel straf, vind ik. Ja, ja, dus, hè, er zit een helikopterstunt in en er zit er eigenlijk best veel... Er gaan een hoop auto's... Het is een beetje de Blues Brothers van de Vlaamse film, want er gaan een hoop auto's naar de kloten. Dus, en dat is echt goed gedraaid, goed gemaakt, ziet er goed uit. Alleen, wat, ja, het verhaal en het einde, dan wordt het zo echt een beetje tekenfilm. Ja. En een beetje als je dan eenmaal door hebt waarom, we gaan nou niet spoileren, aan de andere kant, het is een fucking film van 30 jaar. Waarom de vrouw ontvoerd, er worden vrouwen ontvoerd, waarom is dat dan? Ja, en wat is dan het nut en zo? Nu, de ontvoerde vrouwen, Bita van der Maat, inderdaad, Yvonne Verbeek, Jacques Lafont, die zitten daar allemaal bij, hè? Ja, ja, ja. Ja, en al in de Paul Emile van Rooyen in de bijrol als de inspecteur, die super grappig is, Bernard Verraaien, die ook meedoet, Max Schnoer in de klaarrolletje, met een auto! Just. Koen Krukke is de orkestleider. Ja, 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 ja. Dus het is een feest van herkenning. En ik moet ook eerlijk zeggen, en dat is misschien ook vloeken in de kerk, kan me geen hol schelen, ik ben meer fan van Leo dan van Gaston. Ja, maar ik ook. Ah, jij ook? Ah, oké, okay, goed, bedankt. Ja, ja, absoluut. Altijd geweest. Die speelt beter, is minder grappig willen zijn, maar gewoon echt grappig. Beter en ik als comedy-liefhebber heb ik zoiets van, ja, die is natuurlijk grappig en Gaston doet grappig. Ja. Ja, nu, maar samen dat is, waren ze nog samen, ja, tuurlijk. Het is een topkoppel, hè. Ja, ja, ja. Ja. Dat is, en dat, ze vullen elkaar perfect aan. Allee, er is denk ik geen beter duo geweest hier dan die twee. Net daardoor, omdat ze echt niet in elkaars vaarwater komen. Maar als je echt zegt van wie is de beste acteur, ja, dat vind ik Cleo, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Trouwens, in De Zoete Smaak van Goudlikeur, die een tv-film gemaakt, die is van 81, denk ik. Daar spelen Jode Meijer en Ludo Buschots, onlangs ook gestorven, spelen een politieduo en die heten Leo en Gaston. Ach. Dus dat was eigenlijk een soort foreshadowing. Ja, alhoewel ik weet niet of dat zugend... Nee, ze spreken over... Het is niet juist wat je zegt. Het is Leo juist en wat je zegt. De Zoete Smaak van Goudlikeur is van 88. Ah, oh, van 88? Ja. Okay.
Ah, maar ze zeggen op een gegeven moment, Zun heet niet Leo en Gaston, maar ze zeggen wel, zit liever Leo en Gaston op die zaak. Zeggen ja, ze. Ja, dat is een bijnaam. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar daar doen ook terug acteurs in mee die ook in al zijn films meespelen. Paul-Emil van Rooyen speelt er ook in mee. Walter Klaasens. Walter Klaasens, die trouwens een fantastische bad guy speelt in Zaman. Als de gast die hem op tenden ook is in een bureau binnenvalt. Ja, wat een einde ook bij Zaman. Wat een einde is dat. Ja, het einde van Zaman, daar wou ik het inderdaad nog over hebben. Want eigenlijk gaat dat heel snel en zitten we niet in de actie, maar best wel er vanaf. Omdat, ja. omdat het, die film gaat niet over die einde, die actiescène. Daar gaat die film helemaal niet over. Die film die gaat over het personage van Zaman. Die dan doorkrijgt dat hij zijn partner, dat hij in een moeilijke situatie komt. En dat hij die gaat proberen redden. Ondertussen zien wij inderdaad dat Aspe daar rondloopt en wordt neergeschoten en shit. Maar dat is niet, dat is geen actiescène. Dat is best wel ook op een soort documentaire manier van een beetje van een afstand gemaakt. En dan komt een andere erbij. En dan zitten we er wel mee in. Ja. Ja. En ja, ik vind dat ook echt heel goed geregisseerd. Nee, de jachtscène. De jachtscène met Zeuneke. Ook ja. Fantastisch wat dat daar gezien wordt. Dat is zo filosofisch bijna. Ja. Ja, dat is... Ja, en dan die vrouw, want die vrouw speelt daar ook eigenlijk goed hoor. Die doet, hè, die, zijn ja. Vrouw, hij komt natuurlijk omdat hij in dat nachtleven zijn job heeft, komt hij zelden thuis. En op een gegeven moment heeft die vrouw ook zoiets van, ja, dan ga ik ook op stap. En dan kom ik ook laat thuis. En hij heeft het daar best moeilijk mee. Maar ja, dat is dan de realiteit. Mm-hmm. Want eigenlijk is zijn zoon het enige onschuldige nog in alles. Ja. Zijn dochter werkt in de stripclub. Zijn vrouw gaat op de lappen. Hij doet het met een prostituee. Waar het ook niet super goed mee afloopt. En eigenlijk is alleen zijn zoon is nog puur of zo. En dan gaat hij naar mee jagen. En dan gaat, dan gaat hij beesten mee afschieten. Ja, Zaman is wel veel beter dan de Paniekzaaiers. Dat is een evenwichtigere film. Ja, dat is. Zeker. Maar Hellegat. Maar Hellegat, waar ik alleen het schijfje van heb. Ja, wat vond je daarvan, Fokke? Ik vond dat goed. Hoe vond je Jos Verbiest? Ja, fantastisch. Maar ik heb het nou. Ik heb het wel echt voor die gast. Ja, Ik heb die al een beetje een oude man, maar ik heb die voor het eerst gezien. Ik denk in Quiz Me Quick. Ja. Maar ik bedoel, ik heb ook latere dingen gezien, maar toen zag ik op een gegeven moment dit, en ik dacht van, what the hell is this? Hoe speelt die daar? Wat ja. Een jeune premier, star, charisma, dat is fantastisch. Ja, absoluut. Dus Hellegat is eigenlijk de eerste film van Patrick de Bons, een film uit 1980, waarin Jos Verbiest speelt het hoofdpersonage. En dan heb je, die ik ook echt super cool vind, is die Paul. Maar ik weet Paul Jongers. Paul Jongers. Niet normaal, hè? Dus een eindmonoloog. Ja, dat maakt de film voor mij wel. Want ik dacht, ja. Waar gaat het nou naartoe? En dan denk ik, oh, hier naartoe? Ja, oké, okay, ik ben helemaal aan boord. Dus het speelt zich af in. Het Hellegat is effectief een plek. Vlakbij Niel, blijkbaar, in de Kempen. Waar een. Niet in de Kempen. Ah, is dat niet in de Kempen? Door de Ruppelstreek. Aan Ruppelstreek, ja, juist. Ja, dus even een beetje de Boomse Steenweg af, verlichting. Nee, dat is wel bijzonder, want ik heb eigenlijk Johan Terijn nergens voorbij zien komen. Maar goed, die was net ergens anders aan boord aan het oplossen. Kan, weet je niet. Of die afleveringen zijn niet uitgezonden. Dat die afleveringen zijn niet uitgezonden. Het gaat over een jonge gast die in een baksteenfabriek gaat werken, maar eigenlijk keeper van die eigenlijk keeper wil zijn. Bij Antwerpen. En het speelt zich af in een week waarin de oude man gaat op pensioen en de jonge gast komt net in die steenfabriek werken. In het begin rijdt hij hem bijna omver met zijn brommer. En aan het einde worden het eigenlijk goede maten. Het is een leven in dat kleine dorp. We werken in die idee. Dus ik dacht ook van, oei, het is weer op een klein dorp en dit en dat. Maar
De voetbalscènes zijn zeer goed gedraaid. Ja. Die zijn ook weer echt authentiek. Daar kan Team Spirit nog iets van leren, met alle respect. Maar ik vond het gewoon. Ik vind die voetbalscènes goed gedraaid. Het ziet er weer allemaal heel authentiek uit. Mark Janssens, ik had natuurlijk Saman eerst gezien, dus je dan herken je Mark Janssens als zijn ploegbaas. En de Frank Alenboom. En Frank Alenboom, ja. Ja, dat is toch eens een aparte ding waard. Want Frank Alenboom is een soort. Dat is een soort acteur die je. Dat is een soort Michael Caine of weet ik van wat. Dat is zo'n icoon. Die hoef je maar in één scène te zetten en je weet direct dat is dat personage. Ja. We vorige keer bij Robert de Hert hadden we het, in Blueberry Hill hadden we het over hem. Maar nu weer. Ja, die speelt de baas van het bedrijf. Met zijn eigen moraal en zijn eigen ding. Het is natuurlijk weer niet de goeie Rick. Maar ja, zo'n charismatische man. Ja. Dat is die eigenlijk leuk. Overleden, Frank? Ja, want die zijn laatste film was Pipa. En ik heb de eer gehad om daar toch nog een paar momenten mee op de set te staan. Niet in dezelfde scène, maar als hij zijn scènes kwam draaien, ben ik wel komen kijken die en daar. Ah ja. Ja. En hij heeft daarna ook nog in de Creamy Clowns meegedaan, blijkbaar. Dat was ervoor eigenlijk al. Oké. Maar nee, goed. Die is anders uitgekomen. Pipa ja. Was de laatste keer dat hem gefilmd heeft. Ach, ja. Ja, een ongelooflijke charismatische man. En ook hier weer. Wie het eigenlijk ook superleuk doet, is Anne Nelissen. Die ja. Natuurlijk ook alleen maar ja, binnen het comedy-milieu en weet ik van wat. En een heel jonge Anke Helzen. Wie is dat? Wie speelt die? Zo'n jong meisje. Maar dat weet ik niet. Zitten ze niet bij de rolverdeling staan? Ja, maar staat niet bij welke rol ze speelt. Maar ja, oké. Okay, en dan heb je natuurlijk ook, ja, Janine Bisschops doet ook weer mee, speelt ja, een vrouw ja. Die het aanpapt met Mark Janssens in die film. Mark Schuur doet ook weer mee. En dan heb je ook die gast die ook in alle Robbenfilms zit, maar hier nog jonger is. Die de tas van hem draagt. Ah, hoe noemt die gast nou? In alle Robben, ding. Die zit ook in Brilkrim Boulevard, ben ik zeker van. Ben ik zeker van. Een van de beste watervallen. Wacht, ik ga het opzoeken. Ik zal het wel vinden, hè, niet? Wacht, Hellegat. Is dat Ronnie? Ah, ik heb geen foto's. Ja, maar wacht, als ik namen zie, dan weet ik wel weer het gaat. Wacht, hè. Hellegat. Ja, een zeer jonge gast daarin, hè. Dus echt, die is 12 of zo, hè. Ah, 12, dan is het de witte toch niet? Wat, hè? De witte? Nee. Ah, shit. Shit. Is dat... Full cast, we zijn bezig. Oliver Wintros. Ik denk het dan. Ah, maar dat is de stiefzoon van de... Ah, is stiefzoon of halfzoon van... Ja, van die bedoel ik. Olivier Wintros speelt dat is jong... Dat is de zoon van Robert Hert, hè. Ah, is dat de zoon van Robert Hert? Ja, de zoon of een stiefzoon of een... Ah, dat wist ik niet. Ja, dan is het logisch dat hij in zijn film... Maar die speelt dus het jong manneke... Ja. Wat een beetje fan is van het Sam-personage. Die ja. Is fan en die draagt zijn sportzak. En ik herken dat is een Robin de Hert acteur. Ja, Robin de Hert familielied zelfs. Ja, voilà, inderdaad. Ja. Ja, ook de muziek in de drie films. De muziek in Hellegat, de muziek in Zeman en de muziek in Paniekzaaiers zijn alle drie super, vind ik. Alle drie anders, alhoewel dat Zeman-muziek van François Glorieux zit heel dicht bij de Franse policiers, Vladimir Cosma, Ennio Morricone-stijl zelfs. Ja, ja. En dan heb je de muziek van Paniekzaaiers, die er ook zo'n beetje bij leunt. Maar dan Hellegat is klassieker van muziek. Maar ja. Is ook perfecte soundtrack, perfecte score. Ja, wat vind jij van de Hellegat? Wat vind jij daarvan? Hellegat is dat bij mij een top 10 ook van beste Vlaamse films aller tijden. En vooral dan omdat ik de eerste keer dat ik dat zag omvergeblazen was door hoe dat erin geacteerd werd. Dus ja. Volgens mij is Patrick Lemont een hele straffe acteursregisseur ook geweest. Ja. Ofwel gaf hem veel vrijheid om de acteurs. Ik weet niet. Ik denk dat Herbert Vlak onlangs een interview heeft gegeven over hoe dat ze. Samenwerkte. Ah ja. Maar ik
Ik vermoed, allee, ik heb echt. Ik had heel graag in de film van Patrick Lebon meegespeeld. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wat ze alle, wat die Hellegat en Zaman heel erg hebben, is inderdaad dat authentieke, dat eerlijke. Het grappige is dat in Hellegat is Antwerpen de grote stad, waar je wel of niet heen wil, weet je wel. Dat is de grote stad, als een soort dreigend ding hangt dat boven die. Want Anne Nelissen wil eigenlijk graag naar een grote stad, om daar haar job te gaan zoeken of een job te doen. Jos Verbiest kan misschien bij de Antwerp gaan voetballen. Maar zou dan toch liever in Hellegat blijven wonen. Want je vindt dan maar een beetje eng, de grote stad. Ja, dat is heel grappig dat dat inderdaad in Hellegat is. En dat gevoel kende ik. Ik heb ook in een klein dorp gewoond. Maar dat is niet ver, hè, eigenlijk. Want allee, als je naar de Boomse Steenweg afrijdt. En je gaat ongeveer tot voor de Duvel. Ja. Hè, daar speelt het zich af, hè, ongeveer. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zo, maar misschien in die tijd was dat wel ver. Dat was wel ver. En ook gewoon mentaal is het zo. Dit is veilig klein en dat is de grote enge stad. Ja, ja, ja. En ik heb ook in een klein dorp gewoond, dus ik herkende dan wel dat daar. Voor mij was dat juist heel spannend en daar waren ook zo snel mogelijk naartoe. Maar dat waren er zijn ook. Ja, je kent dat, hè? Mensen waarmee je in de lagere school zitten die nog altijd op dat dorp wonen en die verhuisd zijn naar een andere stad of naar een grotere stad. Dat is gewoon zo. Dat is zo, dat is zo. En die bij de fabriek werken, die dan in de stad is. En dan in Amerika dat ook, hè. Dus All the Right Moves met Tom Cruise. Ik ga het er ook over, hè. Over al die gasten die in diezelfde fabriek werken. Ja. Van vader op zoon. En er is er ene, Tom Cruise, die dus via de American Football zou kunnen uitbreken en naar een andere stad gaan. En die verklaart hem voor zot, hè. Van, allee, we gaan een vaste job opgeven in de fabriek. Ja, klopt. Ja, dat is zo. En ook over het, wat ook heel erg oud tegen jong is, en dat komt ook. Het toegave van die Jos Verbiest is een beetje zoals bij Zaman ook, dat hoofdpersonage niet per se heel sympathiek is. Nee. Het is een arrogante, in dat geval is het een beetje arrogante, ambitieuze lulletje, die gaandeweg, doordat hij eigenlijk met die oudere 65-jarige man in contact komt, zijn menselijk gezicht laat zien en ziet, shit, hij heeft ook hier en daar wat tegenslag. Ja. En dan zie je hem kantelen. En dat man is juist andersom. Is het door de jonge gast dat hem terug, door de herflaxen personage, een beetje die menselijkheid terugkrijgt. Klopt, dat is eigenlijk een beetje de yin en yang van elkaar. Een beetje een rode draad in zijn... Ja, absoluut, blijkbaar. En die Paul Jongers, die doet aan het eind van de film, dus die doet zijn afscheidsspeech. En dat is wel, ja, wat die begint over. Want er zit een scène daarvoor dat hij zo. Ja, ik ben aan het rekenen. En ik denk van, waar is hij aan het rekenen? Doet hij de boekhouding? Of wat doet hij nou juist? En dan blijkt dat hij een speech heeft klaargezet waarin hij uitrekent hoeveel bakstenen dat hij uiteindelijk gemaakt heeft. En dat is een aanleiding om een hele mooie en heartfelt betoog te doen. Tegen gaat dan over milieuvervuiling natuurlijk ook. En over de kwaliteit van het leven. Maar vooral ook over. Ik heb hier. Hij heeft er 45 jaar gewerkt. En hij krijgt eigenlijk stank voor dank. En dat gaat ook wel over die jonge gast. En dat is nu ook heel erg aan de orde. Dat oude mensen zijn trots op het feit dat ze lang ergens gewerkt hebben. Terwijl als jonge gast. Als je ergens 5 jaar gewerkt hebt. Dan zeg je. Oeh, werk je hier al zo lang? Je moet je horizonten verbreden, man. Je moet ergens anders gaan werken. He, die loyaliteit naar een bedrijf of naar je baas, die bestaat niet meer. En is dat goed, is dat slecht, daar kunnen we over discussiëren. In sommige gevallen is dat slecht, in sommige gevallen is dat goed natuurlijk. Maar daar gaat die film ook over, vind ik. Ja, en het is een, als je zo fragmenten zou zien bij de Oscars, van, hè, het is een Oscar-worthy performance, die monoloog alleen. Hè. Dat is zo'n fragment dat ze zouden laten zien als je genomineerd zit. Ja, of het is bijna een lotte speech. Als ze zo in memoriam doen, dan laten ze een stukje uit die speech laten zien. Paul Jongers werkte ook in de KNS. Hij was ook regisseur en acteur. Zijn zus Irene Jongers, die heb ik heel goed gekend, want die speelde in het jeugdtheater met mijn ouders. Oké. Ja, want ook daar, dat zijn van die. Ja. Dat zijn geen filmsterren, hè? Dat zijn hele normale. Dat waren allemaal theatermensen. Ja. Dat waren eigenlijk allemaal theatermensen uit het KNS Antwerpen. En misschien daarom dat ik er ook zo'n binding mee heb, omdat ik die ook allemaal kende als kleine gast. Ja, snap ik.
Dus dat is, ja, en die mochten dan, dat was de club van Le Bon, zei ze. Die mochten meedoen in zijn films. Er waren ook een heleboel acteurs in de KNS die niet mochten meedoen in zijn films. Hè. Ah, en dat was dus in de KNS zelf ook zo'n soort van, want hij pakte Bernard Vraai, pakte hem ook altijd, zat ook in de KNS. Dus dat was zo, ja, dat was toch wel wat... Dus er was een soort ploeg waar hij liever mee samenwerkte dan die andere ploeg. Ja. Ja, ja, ja. Ah, oké, okay, alright. Zeg, was er ook een connectie tussen Patrick Lebon en Robben? Zaten die samen in Fugitive of zo? Of is dat niet? Dat is, volgens mij zijn het allemaal dezelfde generatie. Hè. Ja. De heer Patrick Lebon, Guido Hendricks, Harry Kummel. Dat is dezelfde generatie filmmakers die heel veel eigenlijk betekend hebben voor de volgende generaties. Die hebben een hele hoop wegen klaargemaakt voor eigenlijk de volgende in lijn. Ja. Dat was de generatie die tussen de Roland Vraverts zaten en wie hadden nog? Wat een boeit met mijn kennis, maar ik bedoel... Ja, dat weet ik ook niet, man. De boerenfilms. Ja. En hadden die klik. En dan de nieuwe generatie. Zijn koning les... zijn aan vrij gekomen. Ja, voilà. Ja. Ik heb nog les gehad van... toen ik fotografie studeerde, heb ik nog les gehad van Jan Gruijaard. En die heeft de Vlasgaard gemaakt. Wat ook zo... Ja. Dat is echt een boerenboer. Ja, dat is 83. Die heeft hij ook... in les heeft hij die ook vertoond. Dat moest hij zo laten... En ik weet nog dat toen... mochten we ook eens een film kiezen dat wij die dan lieten zien aan de klas. En toen heb ik Clerks laten zien van Kevin Smith. Omdat daar haaks daarop staat. Dat was toen ook een van mijn favoriete films. Maar nog altijd eigenlijk. Maar Jan Gruijaard, daar heb ik fotografie les van gehad. En die heeft een glas gehad. En die vertelde, omdat daar, ik denk dat daar geen dialoog of nauwelijks dialoog in zit. In de Vlasgaard. Of was dat nog een andere film van hem? In ieder geval... Die had een film zonder dialoog en die was opgestuurd naar Cannes. En die heeft nooit een plaatsje in Cannes gekregen, omdat ze geen script hadden gekregen. Omdat ze dachten dat het script er niet was, omdat er nauwelijks dialoog was. Ah ja, oké. Okay. Maar misschien gaat dat over een andere, gaat dat over die andere film, hoor. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dus De Vlasgaard was ook zo'n typische boerenfilm. En inderdaad, het aardige waarom ik Robbe en Patrick Lebon ook wel kan samenbrengen, omdat er zeker in Hellegat, ja, die boodschap ook wel zit. Hè? Over het milieu en over dat soort dingen. En over ja, de manier waarop de ploegbazen en de grote baas van het bedrijf hun personeel een beetje uitbuit eigenlijk. Ja. Maar dat denk ik toen ook een kantelmoment is geweest in hoe dat men omging met personeel en met mensen. En ik denk dat in de jaren 80 toch een beetje veranderd is. Allee, of alles veranderen is. Ja. Ja. Goed. Voilà. Ik had graag nog veel meer films van Patrick Lebon gezien. Ja, absoluut. Ik vind ook zijn laatste is dan Paniekzaaiers. Ja, ik vind die een beetje atypisch. Want ik vind Hellegat en Zaman, ja, zoals je zelf ook zei, die leunen echt bij elkaar aan. Dat is, de ene is een jonge gast die opkijkt naar de oude gast, en de andere is de oude gast die connectie maakt met de jonge gast. En Paniekzaaiers is gewoon slapstick en tekenfilm. Ja, maar ook wel tof dat er net zoals Robbe de Hert ook zijn neus er niet voor ophaalde. Ik doe dat. Ja. Een beetje Jan Verheijen, die ook alle genres doet. Absoluut. Hij heeft ook, dat vind ik er dan weer wel grappig aan Paniekzaaiers, ten opzichte van Zware Jongens. Want dat was de twee. Hoeveel films hebben zij gemaakt, Gaston? Vier. Eén een tv-film, De Boot naar Spanje. Oké. Okay. Dan hebben ze dan Zware Jongens. Of zit De Boot naar Spanje na Zware Jongens, dat weet ik niet. Just. Dan Paniekzaaiers en dan Hongkong. Dat is niet zo goed. Ja. Okay. Dat is één te veel. Ja, oké. Okay. Urban is ook, hè. Hector, Coco Flanel en één te veel. Dus ja, klopt. Ja.
Ik vind Coco Flanel trouwens beter dan Hector. Je hebt er ook verschillende... Ik ben meer voor Hector of zo, maar dat komt omdat ik die ook... Dat was de eerste, denk. Daar had ik zelfs een boek van, een film met foto's. Shit, daar weet ik niet of ik dat nog heb. En dan ga ik nu zo meteen zoeken. Nu zit dat in mijn kop. Dus een boek met de foto's. Ik heb die in de cinema gezien. Ik was toen, dat was midden in dat ik mijn Urbanus, toen die strips waren toen ook nog niet zo, die waren al, dat was al gaande. Ik had toen op een stripbeurs een handtekening van hem gekregen. Dus ik zat in mijn Urbanus trip toen. En voor mij is dat dan, en die Coco Flanel heb ik wel gezien, maar dat passeerde bij mij. Maar Hector, dat was echt, ja, op een of andere manier was dat mijn ding. Er is ook nog blijkbaar Gaston en Leo Carousel, hebben ze ook nog. Dat is een ding, dat is een theatershow. Ah, dat is een theatershow. Een captatie van een theatershow. En die heb ik gezien trouwens in Blankenbergen, die show. Ja. Ah ja, inderdaad, de boot naar Spanje is Ware Jongens. Ja, de boot naar Spanje is de enigste waar die een beetje tragicomisch is. Ja, dat is... Dan moet ik zeggen, daar, dat is eigenlijk de beste rol van Gaston. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan wil ik dat wel zien. Is het eigenlijk een beetje omgekeerd. Is Gaston de serieuze en de Leo een beetje meer de spielerij? Ja, volgens Xander vorige keer bij de Robben-podcast, die zei dat hij vond dat Zware Jongens, dat ze het daar opdraaiden, dat Leo probeerde grappig te doen en Gaston... Ik heb dat zo niet gevoeld. Maar ik vind wel, in de twee films die ik gezien heb, Zware Jongens en Paniekshuis, vind ik Leo wel het interessantste personage. Omdat Gaston ook snel over het randje naar tegenfilmfiguur gaat, of zo. Ja, en op een scène is dat natuurlijk, of in een sketch is dat fantastisch, maar op een film is dat soms... Ja. Ja. Hoewel ook natuurlijk in Paniekzaaier, zoals we in het begin ook al zeiden, dat is ook weer een liefdesbrief naar Antwerpen eigenlijk. Absoluut, ja. Zware Jongens ook, hè. Zware Jongens ook. In Paniekzaaier is één scène, die speelt zich af op de Grote Markt, toen nog auto's daar mochten parkeren, met een geit, zo'n auto, een geit die uit elkaar valt. Dus je ook, en die uit elkaar valt. En ja, dat er ook een verwijzing is naar een film met Louis de Funès, waar dat ook zo'n lotto helemaal uit hier valt zo. Ja. Ja, dat is echt zo. Want daar zitten een paar, en dat vind ik er dan weer wel leuk aan, sketches in de film in eigenlijk. Ja, hè? Ja, een paar visuele gags echt. En, ja. En dat sluit natuurlijk wel dichter aan bij wat Gaston en Leo op tv deden. Mm-hmm. Terwijl Zware Jongens echt een soort verhaallijn was. Ja. Maar aan het einde ontspoort het dan van mij. Ook met Kabouter Lui en met Jan van Dijk. Die dingen. Maar goed, het blijft wel een ongelooflijk tijdsdocument. Ook, van Vlaamse comedy en van Vlaamse cinema. En van Antwerpen. Dus, want dat is het. Dat alle drie wel. Het is een eerbetoon aan jaren 80 Vlaanderen. Ja, hè? Zeker. Ja. Dat is misschien ook daarom dat ik er zo van hou. Ja, dat is ook wel een beetje jouw... Een hang naar de jaren 80. Ja. Dat heb ik ook. Dus dat hebben we samen. Voilà, dit was... we hebben Patrick Lebon en zijn films besproken, denk ik. Ja. Ja. Zie zeker dat de zoete smaak van goudlikeur. Want dat is ook weer van een wie is wie in de Vlaamse filmwereld van die tijd. Dan denk je, oh, de dieren. Erik Hoosjes is in een eerste rol. Heel leuk om te zien. En die staat gewoon op YouTube. Ja. Staat op YouTube en is eigenlijk... Het zou een Black Mirror aflevering kunnen zijn. Ah, serieus? Dus het is wel zo... Ah ja, oké. Okay. Ja. Oké, nu heb je me wel... Nu wil ik het wel zien. Alright, lieve vriend. Bedankt om met mij over jouw favoriete film Zaman en Patrick Lebon het willen hebben. Ik vind... Het is altijd een beetje luguber omdat als er iemand doodvalt om er weer een podcast over te doen. En mensen maken er grapjes over. Aan de andere kant, zo'n man verdient een eerbetoon. Zeker en vast. En dat hebben we bij deze gedaan. Ja. Dus lieve Sven, bedankt voor het gesprek. Fokke. Okay.